Dus een aantal leden van dat vizierregime is ter dood veroordeeld als landverrader en doodgeschoten. Onder andere die Pierre Laval is veroordeeld en doodgeschoten. Ook Philippe Pétain was ter dood veroordeeld. Maar omdat hij toch een held was, een militaire held, heeft de Gaulle heeft hem gratie verleend. Het verlossen, kunt u mij horen? Gaan we nog iets met een uitvinder doen? Nee, er komt geen uitvinder, maar er komt wel Vichy Frankrijk. Vichy, ja precies. Ga je gang. Ja, wat is Vichy Frankrijk? Eerst moet je wel weten dat Vichy een stad is in Frankrijk, niet al te groot. Gelegen in Centraal-Frankrijk. En die heeft zijn naam gegeven aan een regime wat eigenlijk in Frankrijk ontstaan is. Als gevolg van de verpletterende nederlaag die Frankrijk in 1940 had geleden tegen de Duitsers. Daar hebben we het wel over gehad. Magistrale Duitse aanval op Frankrijk. Ja, Frankrijk absoluut niet in staat bleek om partij te geven aan die modern vechtende Duitse Weermacht. In die noodsituatie was al een soort van noodregering tot stand gekomen. En om dat ook een beetje gewicht, historisch gewicht te geven, was daarin opgenomen Philippe Pétain. Maarschalk Philippe Pétain, een held van de Eerste Wereldoorlog. De held in de tijd van de Slag om Verdun, ook tussen de Fransen en de Duitsers natuurlijk. En het idee was, misschien kan hij een beetje stevigheid geven aan die panieksituatie waarin we geraakt zijn. Nou ja, dan stort in feite het Franse leger stort volledig in. En dan is de vraag, hoe moeten we verder? En een deel van die Franse regering zei, we verduinen naar de kolonie. En dan vanuit de kolonie zetten we de strijd voort. Eigenlijk ook wel een beetje zoals de Gaulle, die naar Engeland vertrekt. En die daar begint aan zijn beweging van de Vrije Fransen. We zullen laten zien hoe het afloopt met de beweging van de Gaulle en de Vrije Fransen. Maar Philippe Pétain zegt, nee, dat moeten we allemaal niet doen. We hebben verloren, daar moeten we conclusies uit trekken. En wij moeten in feite een wapenstilstand sluiten met de Duitsers en kijken waartoe de Duitsers bereid zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Dus in juli van het jaar 1940... Wordt er onderhandeld over die wapenstilstand en wat de condities zijn voor de bezetting van Frankrijk door de Duitsers. En dat moeten de mensen maar even op de kaart bekijken. Altijd nuttig om, niet waar, nog enige studie te verrichten nadat je de berichten gehoord hebt. Want Frankrijk wordt eigenlijk verdeeld in twee porties. Het noorden en het westen, dat komt onder directe Duitse bezetting. Ja, daar zijn de Duitsers bezetters. Maar het hele zuidoosten van het land, daar komt een eigen Franse regering onder leiding van Philippe Pétain, die wordt de eerste president, waar de bepalende politicus was een zekere Laval, Pierre Laval. En die regering, die zetelde in de stad Vichy, vandaar dat heet Vichy Frankrijk. En tussen dus zeg maar juli 1940 en de verwarde zomer van 1944, wanneer tenslotte de geallieerde landen op de Normandische stranden, was dat eigenlijk de regering in Frankrijk. Met overigens allerlei veranderingen daar tussenin. Die Vichy-regering die behield de zeggenschap over de Franse koloniën. Die hield de zeggenschap over de Franse vloot. Die moest wel akkoord gaan met heel beperkende bepalingen ten aanzien van het Franse leger. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Maar bleef ook wel het civiele gezag, ondanks het feit dat de Duitsers verder in Frankrijk de bezetters waren. Want het ging de Duitsers natuurlijk om beheersing van de hele kust van Frankrijk met alle voordelen die dat ook kon bieden voor een eventuele aanval op Engeland of een verdediging tegen operaties van de geallieerden, waar tenslotte ook weer niet zoveel van gekomen is. Dat was de situatie in 1940.
Nou voel je al eigenlijk aan je water, die Franse vloot die was van aanzienlijke afmeting. Deels was die vloot uitgeweken, bijvoorbeeld naar Engeland. Daar zijn die Franse schepen vrij snel overgenomen door de Engelsen. Soms wel, soms zonder toestemming van de Franse bemanning. Maar een groot deel van de Franse vloot bevond zich in Mers el Kébir, een haven in Noord-Afrika. En Churchill, die natuurlijk ondertussen oorlogsleider in Engeland was geworden, zei ja, die vloot, daar moeten we zekerheid over hebben. Want het kan zijn dat die tenslotte in Duitse handen valt. Hè? Of dat Vichy in feite met de Duitsers mee gaat vechten ter zee. Dat kunnen we absoluut niet gebruiken. Dus er is een Engels eskader naar Mers el Kébir getogen. En die heeft daar aan die Fransen gezegd van wij bieden jullie een hoe heet dat dan? Jullie kunnen je overgeven. Je kunnen met ons meegaan, zou ik maar zeggen. Dan gebeurt er verder niks. Maar het is wel een offer that you can't refuse. Sorry dat ik nou weer een Engelse term, maar kan zo gauw niet iets handigs. Een aanbod dat je niet af kan slaan. Een aanbod wat je niet af kan slaan. Want als jullie niet meedoen, dan vallen we... Je moet de microfoon trouwens even iets... Want hij zit tegen je mooie jas aan. Ja, ik zie het, ja. Als jullie niet meedoen, dan vallen we jullie aan. Ja, die Fransen die weigeren mee te doen. En het gevolg is in feite dat de Engelsen, ik geloof dat één Frans schip ontsnapt is. Maar er zijn 1300 Franse doden gevallen. En, nou ja, je begrijpt dat dit sloeg in als een bom bij die Vichy-regering. En waarover zo meer. Dus de Engelsen hebben in feite afgerekend met een groot deel van de Franse vloot. Die niet bereid was om zich aan de Engelsen over te geven of met de Engelsen mee te doen. Waar je aan ziet dat nieuwe gezag in Frankrijk bepaald niet erg op hand van een geallieerde was. Want die regering van Philippe Pétain, die tenslotte ook president wordt van Vichy Frankrijk, dat was een heel wonderlijk regime in allerlei opzichten. Zou je het fascistisch moeten noemen? Nee, het was aardsreactionair katholiek. Het was anti de Franse Republiek. En nou ja, je weet, Frankrijk was de drager natuurlijk van de republikeinse gedachten bij uitstek. En het regime van Philippe Pétain verzette zich eigenlijk tegen alles wat de Republiek in Frankrijk tot stand had gebracht. Hè? Wat was de leus van de Republiek? Was liberté, égalité, fraternité. De leuze van het regime van Philippe Pétain was travail, famille et patrie. Nou ja, heb je al een beetje een idee, daar waaide de wind echt uit een totaal andere hoek. Overigens, deze situatie is in stand gebleven tot 1942. Want in 1942 landen de Amerikanen, de geallieerde landen in Noord-Afrika. En dat was voor de Duitsers het signaal eigenlijk om heel Frankrijk toch maar te bezetten. Zij het dat Vichy Frankrijk wel, laten we zeggen, over civiele zaken bleef gaan. En daar speelde toch een enorm belangrijke rol de vraag, is nou Vichy Frankrijk een voortzetting van de oude Franse regering? Of is Vichy Frankrijk eigenlijk een club van verraders waarvoor Frankrijk geen verantwoordelijkheid treft? Loopt de verantwoordelijkheid door? Of is dit een totale breuk met het verleden en zijn het gewoon schoften? He? Dat is de grote vraag. En waarom is dat zo'n interessante vraag geworden? Omdat dat regime, niet waar, al heel snel geheel op eigen houtje een beleid begint tegen zigeuners, joden, in het bijzonder immigranten die al op de vlucht waren geweest voor de nazi's en daardoor in Frankrijk terecht waren gekomen. En dat ze op eigen houtje daar ook een deel van de joden, niet waar, hebben ze opgepakt en die zijn tenslotte naar de vernietigingskamp gestuurd. 75 joden in Frankrijk hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Daarvan 25.000 Franse Joden, dus Joden die een Frans paspoort hadden, gewoon Fransen waren. En 50.000 Joden die
in feite uitgeweken waren vanwege de nazi's naar Frankrijk. Er waren zelfs Joden die in de jaren 30 genaturaliseerd waren als Fransman. En de regering Pétain heeft een denaturalisatieproces op gang gebracht, waarbij tienduizenden Joden gedenaturaliseerd zijn. Vaak met als gevolg dat ze opgesloten werden en tenslotte afgevoerd. En je begrijpt hoe gevoelig dit ligt, want is nu de Franse overheid verantwoordelijk voor dit antisemitische, moordzuchtige beleid, wat wel degelijk op eigen houtje ondernomen was. De Duitsers vonden het verder natuurlijk prima, dat begrijp je ook wel. Maar de Duitsers hadden ze niet gedwongen om dat te doen. Ze vonden dat zelf ook eigenlijk een prima idee om zoiets te doen, vanwege het ingrijpend reactionaire karakter van dat regime. Nou ja, zoals gezegd, tot 1944. In 1944 moest er natuurlijk iets gebeuren, omdat er twee landingen, geallieerde landingen waren. Eén in de Normandië en één in het zuiden. En dus al heel snel raakte Frankrijk natuurlijk bezet door de geallieerde troepen. En toen is die Vichy-regering, die is door de Duitsers opgepakt en verhuisd naar Sigmaringen in Duitsland. Daar werden ze ondergebracht in een overigens bijzonder romantisch ogend kasteel. Maar Philippe Pétain weigerde verder alle medewerking met de Duitsers. Die zag wel dat de zaken in feite klaar waren, dat het afgelopen was. En nou ja, je kunt ook zeggen dat hij zich lelijk vergist had in datgene wat hij in 1940 had ondernomen. Al was hij wel bij uitstek zo reactionair, wat zei hij ook alweer. Ja, Charles de Gaulle, dat is ons zwaard en ik ben het schild van de Franse natie. Nou ja. Je dat voldoende vindt om het gedrag van Philippe Pétain goed te praten, dat is dan weer wat anders. Ten slotte zijn ze natuurlijk opgepakt toen ook Sigmaringen in de geallieerde handen was gevallen. Even een klein slokje prikwater, ja. Eigenlijk belachelijk dat prik. Ik moet eigenlijk gewoon een flesje kraanwater in plaats van dat ik dit met een blikje ga drinken. Je hebt zeker wel gezien dat de blikjeswetgeving, dat die weer opgeschoven is. Die zou per januari ingaan, het statiegeld op blik. Maar het wordt nou 1 april. Ook hoogste tijd, dat had jaren eerder moeten gebeuren. Niet waar, overal ligt er vol met blik. In Amerika zie je altijd van die bedelaars die zo'n hele zak lege blikjes achter zich aanslepen. Omdat je krijgt 5 cent voor zo'n blikje of zo. Ik weet niet wat het is. Waar moeten we dit gaan inleveren dan? Bij de supermarkt? Ja, daar moet dus een apparaat voor opgezet worden. En dat was de reden dat het uitgesteld moest worden. Want je begrijpt het al, het apparaat was niet klaar. Maar het gaat gebeuren. Eindelijk gaat het gebeuren. Echt waar? Het had 20 jaar geleden al moeten gebeuren, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Maar goed, nu weer terug naar Vichy Frankrijk. Want ja, die lui worden ingerekend en die zijn berecht. Dus een aantal leden van dat Vichy-regime is ter dood veroordeeld als landverrader en doodgeschoten. Onder andere die Pierre Laval is veroordeeld en doodgeschoten. Ook Philippe Pétain was ter dood veroordeeld. Maar omdat hij toch een held was, een militaire held, heeft de Gaulle heeft hem gratie verleend. Ondertussen was natuurlijk in Frankrijk de Gaulle aan de macht gekomen. Dat heeft in de jaren 40 niet zo verschrikkelijk lang geduurd, maar de Gaulle was nu aan de macht gekomen. Interessant is dat toen dat Vichy-regime begon, dus in 1940, dat het door tal van landen erkend is als de officiële regering van Frankrijk. Want zij zei ook, wij zijn de voortzetting van de regering van Frankrijk die er al was. Zonder overigens verder democratisch iets uit te spoken, want ik geloof aan de democratische procedures werd een eind gemaakt. Dus ik wilde maar op wijzen dat het Vichy-regime erkend werd als de officiële Franse overheid, terwijl Charles de Gaulle en zijn Vrije Fransen niet erkend waren. Er was natuurlijk de hele oorlog druk om dat wel te doen. Daar moet wel bij worden gezegd dat en Churchill en Roosevelt wel zo gruwelijk de pest hadden aan de Gaulle, dat ze daar geen zin in hadden, vooral Roosevelt. Omdat de Gaulle natuurlijk zo'n, nou ja, rare, arrogante snuiter was. Ja, die natuurlijk dacht, ik moet de Gloire de France, moet ik redden uit deze
deze afschuwelijke crisis die over ons gekomen is. Want je moet je wel beseffen dat die verpletterende nederlaag in feite in 3 weken... Ja, het heeft iets langer geduurd voordat er een wapenstilstand was. Maar eigenlijk was het in 3 weken bekeken dat dat natuurlijk een verschrikkelijke wonde was voor de Franse zelfverzekerdheid. Voor het hele bewustzijn van de Franse natie. Zonder meer. En dat de Gaulle natuurlijk al die tijd en ook later geprobeerd heeft om nou juist die glorie van die Franse natie, om die weer te herstellen. Je begrijpt ook wel dat na de oorlog een interessante vraag was. Is het nu zo dat de schandalen van dat Vichy-regime, niet waar is, moeten die nu toegerekend worden aan de Franse regering en dus aan de Franse natie? Of is dat, wat ik al zei, is dat eigenlijk toch het werk geweest van landverraders enzovoort? Zowel de Gaulle als bijvoorbeeld iemand als Mitterrand, die overigens aan het begin van de oorlog ook wel tot de collaborateurs hoorde, want dat is wel een zaak die je moet realiseren. Zeker in het begin is er eigenlijk door de Franse bevolking op enorme schaal gecollaboreerd met de Duitse bezetters. Dat is natuurlijk steeds minder geworden naarmate de oorlog vorderde en naarmate duidelijk werd dat de Duitsers gingen verliezen. Dat is wel begrijpelijk. Dat is natuurlijk, heeft dat in allerlei bezette landen, heeft zich dat proces vanzelfsprekend voorgedaan. En er was een alternatief, dat was natuurlijk die Vrije Fransen van de Gaulle. En je had natuurlijk het verzet in Frankrijk. De zogenaamde Maquis. Frankrijk is natuurlijk een land waar je nog eens. Nederland is wat klein om een goed georganiseerd verzet op het platteland op de been te brengen. Maar in Frankrijk kon dat wel degelijk. En die Maquis heeft ook wel een rol gespeeld in, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de landingen in Normandië. Dus ja, het probleem was na de oorlog, hoe moet Frankrijk aankijken tegen het Vichy-regime? En het was een in allerlei opzichten, psychologisch ook, psychisch een etterende wonde. Ze schaamde zich natuurlijk voor de afgang van 1940, voor de collaboratie op grote schaal in de jaren daarna. Al was die dan wel geleidelijk aan minder geworden, maar het was een drama. Frankrijk was beroofd van zijn aanzien. Frankrijk was niet meer een grote mogendheid. Frankrijk was uiteindelijk toch een tuinkabouter. Nou ja, dat is gezien de lengte van de goal misschien een heel ongelukkige vergelijking. Maar Frankrijk was niet geweest, had zich niet gedragen als datgene wat ze zelf dachten dat ze waren, namelijk een grote mogendheid. Ze waren verpletterend verslagen. Anders kun je het niet noemen. En dat enorme probleem om daarmee af te rekenen, dat zie je eigenlijk in de hele geschiedenis van Frankrijk na de oorlog een rol spelen. Vanuit de Gaulle komt natuurlijk aan de macht vanwege de problemen in Algerije aan het eind van de jaren 50. En de Gaulle heeft in die ruim 10 jaar dat hij er gezeten heeft, natuurlijk al denkbaar gedaan om Frankrijk weer juist wel een grote mogelijkheid te maken. Door zich te verzetten tegen de geallieerden die natuurlijk tot zijn ongelooflijke chagrijn Frankrijk bevrijd hadden in 1944. Want ooit was het NATO-hoofdkwartier was in Parijs. Maar dat is de Gaulle zei dat ze op moesten donderen en zo is het NATO-hoofdkwartier toen naar Brussel vertrokken. En misschien is het wel het aardigste voorbeeld is dat de Franse tv een opdracht had gegeven om een grote documentaire te maken over het Vichy-regime aan een filmmaker, een documentairemaker genaamd Ophuls. En die heeft een, ik meen dat het 4 uur beeld is, documentaire gemaakt over Vichy. En die film heet Le Chagrin et la Pitié. De woede en het medelijden. De verontwaardiging en medelijden. En nou ja, je voelt dat wel. Dat wordt beschouwd als een van de beste documentaires ooit. Geeft een helder beeld van wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk in allerlei opzichten een heel treurig beeld. Denk aan die 75.000 Joden die niet waar onder toezicht van het Vichy-regime afgevoerd zijn en vermoord zijn door de Duitsers. Het is in allerlei opzichten een drama. Je begrijpt het al, die film werd niet op de tv uitgezonden.
heeft tot begin jaren 80 geduurd voordat de sigarenlampje werd uitgezonden op de televisie. En je kon het wel ondertussen, geloof ik, in bioscopen kon je de film in principe wel zien. Maar de hele reactie daarop, verontwaardiging, boosheid, ja, hoe kwam dat natuurlijk? Omdat het nog steeds heel gevoelig lag. En de Gaulle en Mitterrand hebben altijd gezegd, Vichy Frankrijk heeft niets met Frankrijk te maken. Het waren landverraders, we hebben ermee afgerekend. De grote glorie van de Franse natie is intact. En eigenlijk hebben de lui Giscard is daar geloof ik mee begonnen. Maar het geldt ook wel voor Macron, die hebben toch gezegd, nee, je kunt dat niet stellen. Frankrijk heeft wel degelijk gezondigd in de vorm van het Vichy-regime. Het Vichy-regime was ook eigenlijk in allerlei opzichten de wettelijke voortzetting van het regime van wat daarvoor zat. En dat valt ook wel vol te houden. Maar het blijft een enorm pijnlijke zaak voor Frankrijk. Je had het bekende verhaal dat elk jaar wordt natuurlijk die D-Day herdacht, 6 juni 1944. En in de jaren van de Gaulle had de Gaulle geen zin om daar acte de présence te geven. Die ging dan op een totaal andere plek in Frankrijk. Ging die een of andere verzetsdaad. Hij kon simpelweg niet waar het feit dat hij door anderen bevrijd was, dat het grote Frankrijk zo afhankelijk was geweest van met name ook dat verdomde Engeland, want dat was een merkwaardig trekje van het Vichy-regime. Eigenlijk had het Vichy-regime meer de pest aan de Engelsen, het perfide Albion, dan aan de Duitsers. Dat werd natuurlijk nog enorm ingevreven vanwege die toestand bij Marcel Kébir, niet waar, waar de Engelsen dus een groot deel van de Franse vloot vernietigd hebben. Naar mijn idee op geheel terechte gronden. Ja, je kunt zeggen van een schandaal, maar ja, Churchill had natuurlijk in 40 had hij groot gelijk dat hij dat deed. Omdat hij niet zeker wist wat er met die vloot zou kunnen gebeuren, eventueel, als hij het niet deed. Wel nu, dit is de treurige geschiedenis van het Vichy-regime. Dus dat is 40 tot 42 dat ze een soort apart stukje Frankrijk beheerden. Na 42 bezetten de Duitsers heel Frankrijk. Maar Vichy heeft, nou ja, je kunt niet anders zeggen, enorm gecollaboreerd met de Duitse bezetters. En nou ja, eigenlijk in Frankrijk een blijvende historische mond toegebracht. Ja. Ik ben blij dat je het een keer verteld hebt, want de vragensteller, volgens mij was het Tommy Klein uit Rotterdam die dit benoemde, die zegt, het is ook een verhaal wat we toch niet zo vaak horen en ook niet op grote schaal zo is verteld. Nee, maar de Fransen het liever ook niet horen natuurlijk. Maar feit is toch dat post Mitterrand dat men toch stap voor stap erkend heeft. Ja, we hadden daar wel degelijk iets mee te maken. Ja, het waren landverraders, maar toch, het was ook de Franse regering. Het was ook de Franse staat die daarbij betrokken was. Hebben ze de excuusvraag geboden? In het kader van deze tijd heel actueel? Ja, ik dacht dat Macron wel iets in die richting had gedaan, ja. Dan vind ik dat weer een heel andere excuses natuurlijk dan die wij moeten aanbieden. Ik geef toe dat je dat dan een heel ingewikkelde discussie ontstaat van welke dingen wel geëxcuseerd moeten worden en welke eigenlijk niet. Ik denk dat je er gewoon verstandig aan doet om dat hele idee van excuses uit je hoofd te zetten, maar gewoon helder te beschrijven wat er gebeurd is. En voor zover er herstand te zijn van die gebeurtenissen, daar zou je iets aan kunnen doen. Ja. Bij het kiezen van een rijstand, bij stilstand en rempedaal, intrappen, AUB. Die auto's hebben tegenwoordig een heel eigen bestaan. Ja, ik heb de rem de hele tijd ingehouden. Ja. Overigens, ik was gisteren nog bij Misha Blok, die ken jij ook. Kijk, ik heb chocolade van haar gekregen. Zeker. Oh ja, een lekker reepje. Misha Blok, wil je er iets van? Nee hoor, dat moet jij opeten. Jij hebt het cadeau gekregen. Maar zij zei, je moet eigenlijk daar gaan zitten, naast Maarten. Nee, volgens mij is dat niet handig. Dat dacht ik dus ook niet. Maar zij zei, dan zit je naast elkaar, dan kun je veel beter praten. Maar nee, dan moet je namelijk voortdurend kijken. Dan zie je nu dat je nou niet eens een hele ruime canapé was hier. Dan zou je nog zeggen, kun je het eens proberen. Maar de ruimte is zodanig dat mij dit stukken beter bevalt, volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Oké, ik zit nog even te denken of we over Vichy nog iets moeten vragen.
dat, volgens mij zag ik dat ook ergens voorbij komen. Zijn het wat wij de NSB'ers noemen? Kun je daarmee vergelijken of is het toch anders? Het is heel anders, omdat dat het Vichy-regime eigenlijk ook een vrij aanzienlijke ideologische bagage had. Het was een regime wat zich in Frankrijk bij uitstek de revolutionaire natie, de Franse revolutie in allerlei opzichten, het begin van de moderne politiek, dat we het over links en rechts hebben, de hele kern van het moderne politieke bedrijf is daar in die Franse revolutiejaren gebouwd. Frankrijk verwees natuurlijk altijd, het was La République Française, het was een republiek. Ze hadden tenslotte ook natuurlijk die vorsten eruit gezoden flikkerd. En dit greep terug. Er is ook wat gezegd, La France profonde, op het katholieke Frankrijk, op het platteland in Frankrijk, op iets totaal anders dan de Republiek van Frankrijk had gemaakt. Een vrij uitgesproken ideologie had de NSB volgens mij niet echt. Oké. Nog even wat andere vragen. Dan heb jij meegekregen dat Wikipedia onder druk staat. Dat ze meer financiële middelen nodig hebben voor het voortbestaan zeker te stellen. Oh, ik heb ze vrij regelmatig financieel gesteund. Ja. Dus dat zou ik dan alsnog opnieuw moeten doen. Daar ben ik graag toe bereid over. Ja, dat moet natuurlijk niet vercommercialiseren, dat is duidelijk. Dus je moet wel de onafhankelijkheid van een encyclopedie kunnen handhaven. Al zou ik niet willen beweren dat alle encyclopedieën altijd volstrekt onafhankelijk zijn geweest. Ja, hier schrijft iemand: de mooie dienst die het internet biedt, namelijk Wikipedia, sloot een commerciële overeenkomst met Google en is onderdeel van het Big Data project van Facebook. Financieel is dat helemaal niet nodig, want Wikipedia zit op een grote zak met geld. Oh, nou ja, daar heb ik absoluut geen kijk op. Nee. Ik vind het een onbeschrijfelijke zegen en ik moet hopen dat het niets met dat afschuwelijke Facebook, niet waar, en die ellende van die Zuckerberg te maken krijgt. Oké, dan even wat andere dingen. De NASA zegt dat er voor 1 miljard dollar aan tarwe geoogst is in door Rusland bezet Oekraïns gebied. Nou ja, ook dat is iets wat ik mij nooit gerealiseerd had, maar wat nu natuurlijk door die oorlog duidelijk wordt. Niet waar, dat zowel de Oekraïne als een deel van Rusland verantwoordelijk zijn voor 40% van het graan wat op de wereldmarkt verkocht wordt jaarlijks. Dat was voor mij nieuw. Ja. Ik had het wel kunnen weten, niet waar? Ja, de Oekraïne stond bekend als de graanschuur van Europa. Zeker. En auto-onderdelen ook, hè? Die werden ook voor een groot gedeelte gemaakt. Sowieso, Oekraïne had een vitale, in ieder geval de mogelijkheid een vitale economie te ontwikkelen. En dat zal natuurlijk, God, als hier ooit een eind aan komt. Als je natuurlijk ziet wat de West-Duitsers hebben moeten stoppen in Oost, in het voormalige DDR. Niet waar. Wat natuurlijk een piepklein gebied is vergeleken met de Oekraïne, maar 16 miljoen inwoners had. Terwijl de Duitsers hebben er toch zo'n 2000 miljard euro ingestoken in die DDR. Vandaar dat ik het altijd een beetje gek vind dat ze daar nou nooit iets anders doen dan piepen. Maar goed. Ja, dan moet wat ik Oekraïne moet gaan kosten als je dat weer op wil gaan bouwen. Dat zal ook ruimhartig en internationaal gefinancierd moeten worden. Mm. En ik hoop dat dat gebeurt. Ja. En de invasie van Oekraïne laat zien dat Europa te afhankelijk is van de VS, zegt de Finse premier vandaag. Nou, daar heeft de Finse premier natuurlijk groot gelijk in. Ja. Die had ze ook groot gelijk met die dansscène, maar ook hier heeft ze groot gelijk. Even kijken. Hallo Maarten, ik luister bijna iedere podcast wat betreft je opinie over het gevaar van China voor de westerse samenleving. Begrijp ik dat je, gezien de onderlinge afhankelijkheid van de relatief beperkte omvang van de Chinese economie, het gevaar beperkt vindt? Ja, ik ben er dus minder bang voor dan iedereen daarvoor is. Dat komt omdat China, ten eerste zijn ook veel niet-Chinese bedrijven nog steeds afhankelijk van het productieapparaat wat ze zelf gecreëerd hebben in China. Maar dat zijn wederzijdse afhankelijkheden. Anders dan Rusland speelt China op de wereldmarkt een rol van betekenis. Maar dat betekent dat China ook afhankelijk is van de mate waarin
dat ook mogelijk is in die wereldmarkt. He, ik begreep dat China ongeveer 30% van de huidige moderne industriële productie voor zijn rekening neemt. Dat is waar. Dus ook het idee dat we die afhankelijkheid snel zouden kunnen afbouwen of zo is een illusie. Maar er wordt veel te sterk beweerd dat China een ongelooflijk gevaarlijk en sterk land is. China heeft alle mogelijke aanzienlijke problemen, ook in zijn naaste toekomst. Niet waar demografisch vooral, door die eenkindpolitiek, door ernstige vergrijzing, door een snelle krimp van de arbeidende bevolking in de komende 25 jaar. Dat zijn allemaal problemen die aangepakt zullen moeten worden. En China heeft natuurlijk dat achterlijke gedoe van Xi Jinping en de Xi Jinping thought. Dus die, ja, die toch naar mijn idee extreme controlebehoefte van het politbureau. Dat lijkt mij voor China, dat maakt China naar mijn idee niet krachtiger, maar zwakker. En dan is er natuurlijk de kwestie Taiwan. En ja, ik geloof simpelweg niet dat het politbureau dat risico gaat nemen. Dus ja, ik begrijp ook niet goed waarom Amerika zo expliciet koerst op de grootste vijand in de komende eeuw. We moeten alle zeilen bijzetten. Hoezo? Het is een commerciële concurrent. Zorg liever dat je dan ook producten maakt die er op de wereldmarkt goed verkocht kunnen worden. Ja, ik vermoed dat we er ook niet aan ontkomen om op 13 december tijdens onze live podcast dit onderdeel ook aan te stippen. Want ik denk dat dat ook hoort bij Amerika na de Koude Oorlog en de rol van dat land na die Koude Oorlog. Die live podcast, die kun je bijwonen. Er zijn nog een paar tickets, heb ik begrepen, van Tivoli Vredenburg. We hebben het linkje in de show notes staan. Beste Maarten, ik luister naar de aflevering over de stoommachine en ik kijk een beetje op van het moeizame sprokkelen van de Nederlandse stoommachinevoorbeelden. Zeker nu ik begrijp dat Van Rossum een stoomliefhebber en ook kenner is. Vanaf 1849 is de Haarlemmermeer volledig leeggepompt door een stoommachine. Zeker. En in 3 jaar is een volwassen binnenzee leeggepompt en via de ringvaart afgevoerd naar de Noordzee. Een huzarenstukje wat de UNESCO ertoe bracht het tot Engineering World Landmark te benoemen. Ja, dus er zijn best wel leuke voorbeelden te vinden. Ja, maar in die krukjes is een stoommachine verdwenen. En de bewegende apparatuur, daar wordt door een elektromotortje aangedreven. Dus dat vond ik al een beetje. Dat had gewoon een stoomgemaal moeten blijven zijn. En er zijn nog een. Er is een prachtig stoomgemaal in Friesland, zoals we alle weten, wat in noodgevallen opgestart kan worden. Ook hoogste tijd, dat had jaren eerder moeten gebeuren. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is wel een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. Met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.